сейчас прошу прощения. Молодой человек, а вы снимаете? Да. Ну, вы видели, я видел, что вы направили на меня, я бы хотел, чтобы удалили. То есть вы снимаете интервью с человеком? Я не интервью снимаю, я снимаю вокруг. Вот именно поэтому никто не хочет говорить в России, видите? Het is in Rusland een zeer gevoelig onderwerp, de oorlog in Oekraïne. Dat het slecht gaat, dat mogen de Russen niet merken of laten blijken. Poetins oorlog in Oekraïne is aan het thuisfront ook een oorlog tegen het vrije woord. Vlak na het begin van de inval kan het nog in Rusland kritiek hebben. Ну, отношусь, конечно, к этому плохо. На дворе 21 век, а люди до сих пор воюют. Duizenden mensen gaan in Rusland de straat op nadat Vladimir Poetin op 24 februari de inval in Oekraïne aankondigde. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. In de dagen die volgen worden honderden mensen opgepakt. Sociale media zoals Facebook en Instagram worden verboden. Er komen nieuwe wetten tegen zogenaamd nepnieuws. Kritiek op het leger en zelfs het woord oorlog gebruiken is strafbaar. Bij het minste wordt nu meteen ingegrepen. Я просто хотела спросить, как вы думаете, если здесь просто сказать два слова, меня за это сейчас арестуют или нет? Вас уже задерживают. De vrijheid van meningsuiting in Rusland was al zeer beperkt. Maar met de oorlog bereikt de censuur een nieuw niveau. Onafhankelijke media moeten sluiten. En mensen die in het openbaar kritiek leveren op Poetins oorlog worden opgepakt. Zoals oppositiepoliticus Ilja Yashin, die onlangs 8,5 jaar cel kreeg. Вы для нас герои. За Россию. За президента. За Россию. Er is maar ruimte voor één waarheid en die wordt elke avond via de staatstelevisie over de Russen uitgestort. Перемалывая военную машину антинародного преступного киевского режима. Door westerse sancties kunnen Russen niet meer direct naar Europa vliegen of gebruik maken van het internationale bankverkeer. Maar dit treft vooral een kleine groep. Poetins regering slaagt erom om in ieder geval voorlopig de Russische economie te beschermen en een instorting te voorkomen. Ну да, замечаю. Вот в магазин не могу попасть. Я замечаю, потому что очень много закрыто, то что нам привычно, ну, во что мы ходим каждый день. Voor de gewone Rus is het toch even slikken als populaire westerse merken zich terugtrekken en uit het straatbeeld verdwijnen, zoals McDonald's. Это прям нож в сердце. Это прям очень обидно, правда. Для нас это очень прям как-то неприятно узнавать такую новость, что Макдональдс закрывается. Славься, родная моя. In Moskou blijft de sfeer geforceerd feestelijk. De annexatie van 4 gebieden in Oekraïne wordt zo gevierd. Ook al zijn die gebieden niet volledig in Russische handen en voert juist Oekraïne een succesvol tegenoffensief. Eind september, 7 maanden na het begin van de oorlog, komt die voor de meeste Russen voor het eerst echt dichtbij. Het Russische ministerie van Defensie kondigt aan 300.000 man te mobiliseren. Dat zou het tij op het slagveld moeten keren. Voor het eerst in maanden breken op veel plekken in heel Rusland weer grote protesten uit. Hier wordt zelfs brand gesticht in een recruteringsbureau. Honderdduizenden Russische mannen vertrekken intussen zo snel ze maar kunnen naar een land waar ze niet kunnen worden opgeroepen. Bijvoorbeeld naar buurland Georgië. Mijn dictator is надоел. Ik wil vrijheid. De mensen die vluchten worden weggezet als laf en niet vaderlandslievend. Na enkele weken lijkt de rust op straat weer hersteld. Maar vooral op social media worden de barsten steeds meer zichtbaar. De mobilisatie verloopt chaotisch. De strijd kost intussen steeds meer Russische levens, mogelijk tienduizenden.
22 позвонил в военком и сказал, что ваш сын погиб при боевых действиях. Но автомат два раза держал его. Фотографировался тогда. Какая война. Op Staats-TV klinkt zelfs af en toe kritiek over het uitblijven van een militaire overwinning. Я думаю, признает, что он не знает, поможет ли мобилизация или нет нам переломить ход боевых действий. Пока все складывается не очень хорошо. De naam en het logo zijn inmiddels Russisch, maar bij de oude McDonald's in Moskou worden gewoon weer hamburgers gegeten. En de feestdagen worden gevierd als ieder jaar. Hier is niet te merken dat Rusland zich in het bloedigste conflict sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gestort. Daarover praten of kritiek hebben? De meeste Russen houden zich op de vlakte. Я думаю, что прежде всего прекратится это братоубийство. Вот и народ повеселеет и произойдут позитивные изменения в нашей жизни обычной, вот без военной, что называется, вот. Запомнилось много, и это наша сложная ситуация в нашей стране, и мы за нее очень переживаем, и любим мы своего Владимира Владимировича Путина, обожаем и целуем его, и очень мы за них, наших мальчиков, переживаем. Самое переживательное – это переживаем за их жизнь, здоровье. Vooralsnog lijkt het Kremlin de oorlog aan het thuisfront die tegen het vrije woord en kritische geluiden te hebben gewonnen. Maar de oorlog in Oekraïne raakt steeds meer Russische families ook rechtstreeks. Het rechtvaardigen en verdedigen van die menselijke offers wordt een steeds moeilijkere taak. En dus ook het onderdrukken van de kritiek. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.